Het is de allerlaatste aflevering van een exclusief inkijkje in Sallandse Inclusief. Dit keer over vitaliteit en ons nieuwe pand. Ik ga het stokje vandaag overgeven aan Joris en Carlijn. Dat zijn studenten van de Han Hogeschool. Zij gaan vertellen wat ze hier allemaal hebben uitgevoerd. Sallandse Wegenbouw zet zich in voor een vitale werkomgeving. Onder de noemer VLC, Vital Learning Community, worden door afwisselende studenten stappen gezet. De kennis en ervaring die wordt opgedaan, wordt uitgewisseld binnen de community van de deelnemende bedrijven, studenten en docenten van de Han Hogeschool. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Johan, om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom doen jullie aan vitaliteit bij Sallandse Wegenbouw? Wij doen aan vitaliteit omdat je eigenlijk de arbeidsvloedstroming moet goed zijn. De leefomgeving, zowel thuis als werk, moet ook eigenlijk goed zijn. En als je dat hebt, dan ben je vitaal en dan ben je goed te passen. Jullie bieden personeel ook pagokeuringen en diagesprekken aan. Voice-over, dat is een hele mond vol. Help mij even. Ja, Carlijn. PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek en DIA voor Duurzame Inzetbaarheid Analyse. Oké, maar Edmond, waarom doen jullie dit? Los van dat het net heel geregeld is, promoten wij het als Sallandse, omdat de jongens van ons zware beroepen hebben. En wat houdt dat dan precies in? Het is een medische keuring met daarna een gesprek om te kijken hoe je duurzaam je pensioen kunt halen bij de Sallandse. Verschillende studenten hebben hier bij Sallandse initiatieven uitgevoerd. Eén daarvan is fruit op het werk en we gaan nu kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ilse, ik kom hier net binnenlopen en ik zie hier allemaal fruit staan. Wat doen jullie daarmee? Nou, één keer in de 14 dagen komt de plaatselijke supermarkt hier het fruit brengen. Wij verdelen het over de verschillende projecten en een deel blijft hier staan voor de kantoormedewerkers. Het fruit is onderweg. Andere vitaliteitsacties die Sallandse Wegenbouw heeft uitgevoerd zijn bijvoorbeeld een cursus stoppen met roken, het bijhouden van eetdagboeken en een pubquiz over vitaliteit. Terug naar het fruit. Nou ja, wat ben je aan het doen? Ik heb zojuist fruit opgehaald vanaf kantoor en dat breng ik nu naar de werkplekken toe. Dus één keer in de twee weken brengen we fruit rond. En hoe bevalt het fruit? Het is altijd goed voor elkaar. Kim, onlangs hebben jullie verbouwd. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Nou, we hebben ons kantoor toekomstbestendig opnieuw ingericht, ook op circulaire wijze. We zijn er eigenlijk achtergekomen dat we met minder ruimte en meer flexplekken, ook met minder energie, meer digitaal vergaderen, kunnen werken hier. We hebben een nieuwe gast aan tafel. Welkom, Gerard. Jij hebt vorig jaar meegedaan aan de fietstocht. Kun je hier wat meer over vertellen? Wij zijn vorig jaar halverwege juni zijn wij in twee dagen vanuit Haarlem zijn we naar Amsterdam gefietst met één tussenstop in Amersfoort. Ik denk dat wij met 17, 18 mensen zijn. Daar waren zeg maar 12, 13 op de normale fiets of elektrische fiets. En wij zijn met vijf collega's zijn we op de wielrennen geweest. Hebben wij dat in een eerste dag rond de 100 kilometer gefietst en de tweede dag ook zo'n beetje rond de 70, 80 kilometer gefietst. Dus dat waren twee hartstikke mooie dagen. We nemen jullie nu mee naar de werkvloer om te kijken hoe ze daar met vitaliteit bezig zijn. Ja, waar de werknemers buiten veel in beweging zijn, is het voor kantoorpersoneel vast de prik om tijdens de lunch een rondje te wandelen. Hey jongens, ik ga hier rechtsaf, ik moet naar Marklo. Aardig eindje, Joas. En we zijn inmiddels 19 kilometer verderop. We zijn hier in Marklo bij het huisje van de Rotary en Remco is bij ons en we gaan hem wat vragen stellen. Remco, wat doen jullie hier precies? Nou, ik ben voorzitter van de Rotary de komende jaar en wij hebben een vakantiehuis aangeschaft, een van onze leden. Die gaan we op deze plek realiseren. Die gaan we beschikbaar stellen de komende jaren voor mensen met een minimale inkomsten, zodat ze hier een vakantie kunnen genieten. En we gaan zorgen dat we alle vaste kosten voor ons nemen als club, zodat ze hier kunnen gaan genieten van hun mooie vakantie. Hey Johan, volgens mij is er ook een leuke link met ons vitaliteitsprogramma goed te passen. Jazeker, dat programma kunnen we mooi gebruiken, want we gaan vermarkten aan bedrijven in de regio om met dat programma toe te werken naar een zeskamp die we hier houden op dit gebied. En dan gaan we fundraising doen om het project te ondersteunen. Bedankt voor het kijken, tot ziens! Dat was hem dan. De laatste exclusieve inkijk hoe Sallandse Wegenbouw gaat voor de waarde in plaats van de euro.